Vorige week. Dat is Marleen. Oh, Marleen. In het zwart. Marleen in het zwart. Oké, volg Marleen. Het onderzoek naar de dood van Thomas en Sven komt in een stroomversnelling als de rechercheurs hun gemeenschappelijke vrienden opsporen. Krijg nou wat. 2-in-1 klap. We hebben de groep in beeld. Sven, Marleen, Thomas, Pelle en Pernilla zijn een groep. 2 mensen zijn er al van overleden. 3 mensen zijn er nog. Zijn die getuigen geweest? Lopen die gevaar? We weten het niet. Toch wordt er opnieuw geen letter verdiend voor het wachtwoord. De rechercheurs vinden weliswaar het huis van Marleen en Pernilla, maar niet dat van Pelle. Domme pech. Of sublieme sabotage van de kroongetuigen. Waarom wil je dan dat je er ziet en dan uit het oog verliezen? Omdat jullie niet opnemen en we hebben meer te doen. Tot straks. Van de 5 onderzoeken is dit al het 3e dat mislukt. Het volgende onderzoek gaat beter. In de auto die door de dader langs de kant van de weg is achtergelaten, vinden de rechercheurs een flesje waar mogelijk vingerafdrukken op zitten. Daarnaast is er een flesje gevonden met een etentje erop. Wilma gaat nog belangrijk zijn. Het levert de rechercheurs hun 3e letter op. Yeah. Ze krijgen die nog niet te zien, want dat gebeurt pas in de laatste aflevering als er een wachtwoord van 16 letters gemaakt moet worden. Het juiste wachtwoord levert 20.000 euro zwijggeld op en leidt tot de arrestatie van de dader. Is het wachtwoord niet juist, dan gaat de dader vrij uit en blijft het geld van de kroongetuige. Elke aflevering maken de rechercheurs een proces-verbaal. Wie dat het minst goed doet, gaat naar huis. Bram is de 2e die het onderzoek moet verlaten. Hij was de kroongetuige in elk geval niet.